Waalwijk, dinsdagavond 12 november, het is 7 uur. De Midden-Brabantweg is hier enerzijds de verbinding tussen het industrieterrein Haven 7 en Waalwijk zelf. En anderzijds is het ook de aansluiting op de snelweg A59. Een druk punt, ook rond dit tijdstip. Op het industrieterrein iets verderop is die avond een chauffeur net klaar met het laden van zijn bestelbus. Het is voor hem een bijbaantje. Hij is met pensioen en doet het gewoon omdat hij dit leuk vindt. Met nog één ritje voor de boeg zit de avond er voor hem bijna op. Het is net na 7 als hij vertrekt. Hij heeft deze route al vaak gereden en is eraan gewend dat er het nodige verkeer van het industrieterrein richting de snelweg rijdt. Er valt hem dan ook niets bijzonders op als hij richting de A59 rijdt. Als hij rechtsaf wil slaan, ziet hij een Volkswagen Golf achter zich. Zodra het licht op groen springt, gebeurt er iets totaal onverwachts. Ze willen de chauffeur eruit trekken met grof geweld. Maar het lukt niet. De man klampt zich vast aan zijn stuur. Ook al regent het klappen, hij wil er niet uit. Het is druk, dus ook andere auto's krijgen in de gaten dat er iets helemaal fout gaat. De overvallers krijgen de chauffeur niet uit zijn bestelbus en geven op. Met een rotgang scheuren ze weg de snelweg op, richting Ruimsumsveer. De man wordt al snel opgevangen door een voorbijganger die meteen 112 belt. De chauffeur is zo hard op zijn oog geslagen dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis en aan zijn oog moest worden geopereerd. Met de nodige moeite hebben de artsen zijn gezichtsvermogen weten te behouden. Het leuke bijbaantje dat hij had, is hij kwijt. Hij durft het niet meer. We hebben het over gewelddadige, goed voorbereide en toch ook gevaarlijke daders die grof geweld niet schuwen. En daarom willen we ze heel snel vinden. Er is een aantal interessante aanknopingspunten. Zoals de auto die voorop reed. Dat was een kleine rode bestelwagen. Eentje met openslaande deuren aan de achterkant. De auto lijkt op een combo of een caddy. De man werd aan de achterkant klemgereden door een grijze Volkswagen Golf. Heel opvallend was hier het blauwe zwaailicht op het dak van de auto. Dat moet zijn opgevallen, want allebei de auto's gingen er met een rotgang vandoor. De Golf viert dwars door de berm. De rode auto over de rijbaan, maar allebei de A59 op in de richting van Ruimsumsveer. Een kleine rode bestelauto en een grijze Golf met op dat moment nog een blauwe zwaailamp op zijn dak. Als iemand zich daar iets van herinnert, iets van heeft gezien, laat het ons dan weten. Want uw informatie kan heel belangrijk zijn voor ons onderzoek. Ook op industrieterrein Haven 7 kan iets zijn opgevallen. Want dat die daders hier al eerder in de buurt zijn geweest, dat is zeker. Want ze moeten hun slachtoffer wel al eerder in de gaten hebben gehad om op tijd bij hem te kunnen aansluiten. Ook al zijn de bewakingsbeelden nogal vaag, let op de omcirkelde auto. Die parkeert hier achteruit op de hoek Schutweg-Keurweg op die dinsdagavond 12 november. Dat is op zijn minst opvallend. Wie is dit? Dat is de eerste vraag. En dan nog iets. Ruim een uur later, eerst rijdt er een bestelauto de weg op, mogelijk van een overvaller. Een paar tellen later komt de bestelbus van het slachtoffer voorbijrijden. En bijna meteen rijdt de geparkeerde auto ook weg en sluit aan achter de bestelbus. Toeval of niet? Zo'n overval bedenk je niet op een regenachtige zondagmiddag. Nee, daar is over nagedacht en er zijn voorbereidingen voor getroffen. En er zal ongetwijfeld ook met anderen over gesproken zijn. Heeft u nou in uw omgeving daar iets over horen vertellen? Of gaat er nu een belletje rinkelen nadat u dit allemaal gezien hebt? Bel ons dan, deel uw informatie met ons en help deze gewelddadige overvallers te vinden. Denkt u nog even terug aan dinsdagavond 12 november rond 7 uur. Het was druk op het kruispunt. Veel mensen moeten gezien hebben dat er iets gebeurde. Misschien heeft u nog niet gebeld omdat u zich nog niet realiseerde hoe ernstig het was. Bel dan alsnog. Daarvoor is het echt niet te laat. Over de rode bestelauto of de grijze Golf met het blauwe zwaailicht. Heeft u de auto's ergens zien rijden op de A59 richting Ruimsumsveer of ergens anders? Weet u iets over de daders? Het nummer van de tiplijn is 0800 60 70. Anoniem blijft u via 0800 7000. En daar zit ook iemand van de criminele inlichtingeneenheid voor u klaar op het nummer 079 345 8999.
Thank you.